Archeon is het groeiend museumpark in Alphen aan de Rijn waar de geschiedenis van Nederland en het dagelijks leven verteld wordt vanuit de prehistorie, de Romeinse tijd en de middeleeuwen. U ziet hier bijvoorbeeld hoe een samenleving er zonder veel afval uitgezien moet hebben en hoe men grondstoffen gebruikte en hergebruikte in de tijd voor de industriële revolutie. In Archeon ervaart u wat het begrip circulaire economie betekent aan de hand van onze geschiedenis. Studenten en bezoekers zien in Archeon een mix van lessen geleerd uit ons verleden en gecombineerd met de dagelijkse praktijk van de 21ste eeuw. Doordat het aantal bezoekers in Archeon steeds toeneemt, wordt onze voetafdruk ook steeds groter en onderzoeken wij continu hoe wij de hoeveelheid achtergelaten afval beter terug kunnen dringen. Het gaat hier doorgaans vooral om plastic. Archeon en zijn partners onderzoeken op dit moment hoe bijvoorbeeld grondstoffen uit urine en ontlasting van mens en dier kunnen worden teruggewonnen om zo onze vuilwaterstroom te beperken. Binnenkort start de ontwikkeling van de bouw van een nieuw Romeins scheepvaartmuseum met toiletgebouw. Wij vragen een groep buitenlandse studenten van de HAS in 's-Hertogenbosch om een rapport te leveren met een geïntegreerde kijk op ons rioleringssysteem. Zo vragen we aan de HAS om een beschrijving te maken van het huidige systeem en onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een nieuw systeem, afgekoppeld en zelfstandig. Om dit te realiseren verwachten we een aanbeveling voor toekomstige ontwikkelingen. Aan studenten van het Technasium het Groene Hart in Alphen aan de Rijn vragen wij om onderzoek te doen naar het terugwinnen van grondstoffen zoals struviet uit de urine van bezoekers in een nieuw te bouwen toiletgebouw. Het onderzoek dient natuurlijk gebaseerd te zijn op de principes van de natuur via biomimicry.